Goedemiddag, welkom iedereen op ons webinar Hoe omgaan met stijgende energieprijzen. Ik denk een webinar waarvan het topic, het onderwerp, brandend actueel is. Gelet op nog gisteren had het nieuws gekomen met het faillissement eigenlijk van de Vlaamse energieleverancier. Alvorens het programma toe te lichten, nog even wat praktische informatie. Jullie zien in normaal gezien rechts onder handout kunnen jullie de presentatie downloaden. Wij zullen ook wat polvragen of één polvraag stellen. Die kunnen jullie beantwoorden. Dat helpt ons een beetje om de interactiviteit te vergroten en te polsen naar de kennis van jullie omtrent het topic. Om een geldig certificaat van GoToWebinar, wat jullie op het einde van het webinar krijgen, te verkrijgen, moeten jullie die polvraag ook beantwoorden. We zullen die antwoorden dan ook gebruiken in de mate van de presentatie. Als er vragen zijn, en er is ongeveer een uur voorzien voor het webinar, en er staat toch wel wat slides op het programma, dan kunnen jullie die vragen stellen via de chatfunctie. En die vragen zullen dan beantwoorden, afhankelijk van de tijd die nog over is, op het einde van het webinar. Maar in elk geval zullen jullie ook een schriftelijk antwoord kunnen krijgen op die vraag. Dus het programma, wat staat er vandaag op het programma? Er zijn drie sprekers. Mijn collega Nick van Heer, die jullie ook al in beeld zien, die zal starten met de toepassing van de algemene principes van de B2B-wet op energiecontracten, de B2B-wet van 2019, die natuurlijk van toepassing is tussen ondernemingen en ook op energiecontracten, die vaak ook toetredingscontracten zijn. Hij zal verder ingaan wat daar de aandachtspunten zijn, zaken grijs en zwarte bedingen. Dan zal mijn collega Kyoto van Herwegen zal dan spreken over de actualia naar aanleiding van de stijgende energieprijzen. Ze zal over vast variabel contract spreken, als ook over ESCO's, Energy Service Companies, zal zij ook toelichten, als ook energieprestatiecontracten. En mijn collega Laura Reinders zal dan vervolgens afsluiten met energiesubsidies in Vlaanderen. Ze zal een overzicht geven. Dat zal geen exhaustief overzicht zijn, maar dat zal een vogelvlucht u een impressie geven voor welke subsidies dat er beschikbaar zijn. Voilà, ik geef dan hierbij graag het woord aan mijn collega Nick van Heer om te starten met de B2B-wet en de toepassing daarvan op energiecontracten. Dank u, Jo. Goedendag aan iedereen. We gaan inderdaad beginnen met het eerste onderdeel van ons webinar vandaag. De toepassing van de algemene principes van de B2B-wet op energiecontracten. Het programma ziet er als volgt uit wat betreft dit onderdeel. We gaan eerst beginnen met een korte inleiding. Daarna gaan we dieper inzoomen op het toepassingsgebied van de wet. Voorts gaan we kijken, ja, wat zijn nu die algemene principes van de B2B-wet? Om daarna die eigenlijk te gaan toepassen aan de hand van een aantal voorbeeldbedingen uit de praktijk. En om dan eigenlijk af te sluiten met een aantal key takeaways, belangrijke zaken om te onthouden naar de toekomst toe. Maar vooraleer dat we van start gaan, beginnen we met een kleine polvraag om een beetje de voorkennis bij jullie, de deelnemers, te peilen naar die B2B-wet. Die vraag luidt als volgt. Mijn onderneming komt regelmatig in contact met de B2B-wet. Twee mogelijke antwoorden, A, nee, of B, ja. En de polvraag die is nu geopend. U krijgt ongeveer 30 seconden tijd voor uw stem. Voilà, de resultaten zijn binnen. En als we die er eventjes gaan bijnemen, dan zien we natuurlijk dat de meerderheid van de deelnemers onder jullie bekend zijn met de B2B-wet, ongeveer 60% en 51%. Is er dus niet, nog niet regelmatig in contact mee gekomen. Dus voor sommigen zal een en ander bekend klinken in de oren in deze presentatie, voor anderen zal het een en ander toch nieuw zijn. Voilà, dan gaan we van start met de inleiding. De B2B-wet is dus de wet van 4 april 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 24 mei 2019. Dus een wet die toch al 2,5 jaar eigenlijk gestemd is geweest. Belgisch Staatsblad is verschenen. Het gaat over nieuwe bepalingen in zaken de contractuele betrekkingen tussen ondernemingen. Wat is nu eigenlijk de insteek geweest van die wet? Dat is eigenlijk om de onderhandelingsmarge, het geven van meer slagkracht en bijkomende bescherming aan vooral kleinere ondernemingen te vergroten, die vooral moeten opboksen tegen wat grotere ondernemingen. Het is van belang voor elke onderneming, ongeacht de vorm of omvang.
Aangezien de wetgever toch via die wet ernstig gaat ingrijpen in de contractsvrijheid van ondernemingen, om met elkaar dus overeenkomsten te sluiten en daarin bepaalde bedingen op te nemen. Maar het is vooral van belang voor energiecontracten. Want dat zijn nu net de contracten die de wetgever eigenlijk met deze wet geviseerd heeft. Waarom dat doorgaans toetredingscontracten zijn, betekent dus contracten waarbij de voorwaarden eigenlijk te nemen of te laten zijn, weinig ruimte voor onderhandelingen bestaat en waar dat er doorgaans ook eigenlijk geen gelijke machtsverhoudingen zijn tussen de partijen. We gaan beginnen met het toepassingsgebied. Er is bij te nemen het materiële toepassingsgebied om te beginnen, namelijk op wat is die wet van toepassing. Het is natuurlijk op energiecontracten tussen ondernemingen. Het heeft geen betrekking op consumenten. De definitie van die onderneming, dat is ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, als mede zijn verenigingen. Dat is wel de oude definitie uit het wetboek van economisch recht, belangrijk om mee te geven. Dus bepaalde vrije beroepers en ook zelfs bepaalde VZW's gaan dus eigenlijk buiten het vizier blijven. Zeer ruim toepassingsgebied. Het gaat dus ongeacht omvang of de vorm van die ondernemingen. En het is ook niet beperkt tot bedingen die in een algemene voorwaarde staan of enkel in het contract zelf. Het gaat echt om beide. Belangrijk om te onthouden natuurlijk is dat de B2B-wet een algemene wet is. En je hebt natuurlijk nog bepaalde bijzondere wetgeving die wel een voorrang kan hebben. Een voorbeeld daarvan is onder andere de wet betalingsachterstand handelstransacties. Maar misschien belangrijker om te bekijken is naar dat temporeel toepassingsgebied. Vanaf wanneer is die B2B-wet eigenlijk van toepassing? En het leerstuk wat betreft dus de onrechtmatige bedingen, eigenlijk de grote crux van die B2B-wet, dat gedeelte is pas in werking getreden op 1 december 2020. Dus de wet was van 4 april, maar die werkingtreding van het leerstuk van onrechtmatige bedingen is pas voor 1 december 2020 geweest. Dat betekent dus dat nieuwe energiecontracten die gesloten zijn, gewijzigd of hernieuwd na die datum van die werkingtreding, dan gaat dus die B2B-wet en vooral dus die onrechtmatige bedingen, dat leerstuk, van toepassing zijn. Oude energiecontracten van voor die datum, in principe geen toepassing van de B2B-wet. Worden dus niet geraakt door dat luik van de onrechtmatige bedingen, maar let dus wel op bij die bestaande energiecontracten, van zodra dat die vernieuwd of gewijzigd worden, na die datum van 1 december, komen ze in het vizier van die B2B-wet. Aan de hand van de volgende illustratie denk ik dat het goed weergegeven wordt. Dus het referentiepunt is 1 december 2020. Het nieuwe energiecontract van daarvoor blijft buiten het vizier. En een nieuw energiecontract daarna of een hernieuwing, wijziging van een bestaand energiecontract na die referentiepunt, dat is natuurlijk, zal dus het luik van onrechtmatige bedingen van toepassing zijn. Nu, die algemene principes, wat zijn die van die B2B-wet? We kunnen er eigenlijk grosso modo 4 van ontleden. Om te beginnen heeft de wetgever eigenlijk een onweerlegbaar vermoeden van onrechtmatigheid van bedingen op een zwarte lijst ingevoerd. Dat zijn bedingen die op een zwarte lijst staan, die steeds onrechtmatig en verboden worden geacht. Ze zijn als het ware blacklisted. Dan, ten tweede, heb je ook bedingen die op een grijze lijst staan. Daar is er iets meer marge. Daar gaat het weliswaar ook om een vermoeden dat die bedingen onrechtmatig en verboden zijn, maar het vermoeden daarvan is weerlegbaar. Er is dus mogelijkheid voor tegenbewijs te leveren dat die in een concreet geval toch niet onrechtmatig gaan zijn. Ten derde heb je het catch-all-verbod. Dat wil dus eigenlijk zeggen, bedingen die hoewel niet op de zwarte lijst, nog op de grijze lijst staan, eigenlijk toch verboden en onrechtmatig kunnen zijn, wanneer ze dus eigenlijk die algemene toetsingsnorm niet gaan doorstaan. De toetsingsnorm die we straks onder de loep zullen nemen. En dan ook de juridische sanctie, is namelijk de nietigheid van die bedingen die op de zwarte lijst, grijze lijst of algemene toetsingsnorm niet doorstaan. De nietigheid die natuurlijk beperkt is tot het beding zelf. De rest van de overeenkomst blijft in principe onverlet. Dus de algemene principes van de B2B-wet, de zwarte lijst, die dus steeds onrechtmatig en verboden zijn. Het zijn er in de wet 4. Om te beginnen heb je dus bijvoorbeeld een beding dat een onherroepelijk verbinding is voor de ene versus een potestatieve voorwaarde voor de andere inroept. Wat bedoelt men met die potestatieve voorwaarde? Dat is eigenlijk een voorwaarde waarvan de vervulling
uitsluitend afhangt van de wil van die partij. Het komt er eigenlijk op neer, wordt die verbintenis, is men daaraan gebonden of niet? Dat hangt eigenlijk in grote mate afhankelijk van de wil van die partij. Want de vervulling van die voorwaarden is uitsluitend afhankelijk van zijn wil. Ten tweede, een beding dat een eenzijdig interpretatierecht geeft aan de onderneming voor een bepaald beding te interpreteren, is ook onrechtmatig en verboden. Ten derde, bijvoorbeeld een beding waarbij een geschil hebben en dat men eigenlijk op voorhand eigenlijk gaat bepalen dat in het voorkomend geval van zo'n geschil eigenlijk de wederpartij al meteen gaat afzien op voorhand van elke verhaalsmogelijkheid, dus van naar de rechter te stappen, is ook onrechtmatig en verboden. En het vierde punt, dat is eigenlijk een klassieker, dat zijn die onweerlegbare kennis- of aanvaardingsbedingen, bedingen die vaak in algemene voorwaarden staan, dat partij X eigenlijk kennis heeft genomen en de algemene voorwaarden heeft aanvaard, hoewel men eigenlijk voor de totstandkoming van die overeenkomst eigenlijk die algemene voorwaarden eigenlijk niet gezien heeft of niet ter kennis heeft kunnen nemen. Die vier zijn dus steeds onrechtmatig en verboden, als het ware dus blacklisted. Dan de grijze lijst. Principe daar ook is in principe onrechtmatig en verboden, maar er is de mogelijkheid van het tegenbewijs. Men gaat eigenlijk in een concrete situatie kunnen aantonen van ja, hoewel ze in principe onrechtmatig zijn, in dit geval toch niet onrechtmatig, zal men moeten kunnen aantonen aan de hand van de concrete gevolgen dat die bedingen hebben, dat er toch geen kennelijk onevenwicht is tussen de partijen. Dat zijn er iets meer dan de zwarte lijst. Het zijn er in totaal 8. Ik ga ze niet allemaal samen overlopen, maar ik pik er de belangrijkste op de meest relevante uit. Eerste puntje, dus ja, een beding waarbij de ondernemer eigenlijk het eenzijdig een element van de overeenkomst kan wijzigen. Denk bijvoorbeeld klassiek aan de prijs of de hoeveelheid dat men gaat moeten leveren, zonder dat daarvoor eigenlijk een geldige reden bestaat. Dan puntje 4, spring ik naar daar. Dus een ongepaste contractuele beperking of uitsluiting van wettelijke rechten bij een wanprestatie is in principe ook onrechtmatig en verboden. Nu, je ziet daar meteen ongepaste contractuele beperking of uitsluiting. Ja, dat is een open norm. Dat gaat natuurlijk voor een stuk eigenlijk door de rechtspraak in de praktijk moeten beoordeeld worden. Op voorhand is dat niet altijd even evident om vast te stellen wat nu wel gepast of niet gepast gaat zijn. Dan puntje 6, de exoneratiebedingen, of een andere woord is dus een beding waarmee je aansprakelijkheid gaat uitsluiten of beperken. Wanneer je die gaat uitsluiten voor opzet, een zware fout en essentiële verbintenissen van de onderneming of haar aangestelde, zeer belangrijk, ook dat is in principe onrechtmatig en verboden. En dan puntje 8, excessieve schadebedingen, waarbij in geval van een niet duidelijke uitvoering eigenlijk ja, de schade die men heeft opgelegd kennelijk niet evenredig is met het nadeel dat men kan leiden. Schadebedingen, dat gaat men eigenlijk op voorhand contractueel vastleggen bij een wanprestatie wat de schade gaat bedragen voor die partij. Dat kan een forfaitaire bedrag zijn, dat kan ook een bepaald percentage zijn. Maar als dat bedrag of die percentage eigenlijk niet in verhouding staat tot het nadeel dat die onderneming kan ondervinden bij een wanprestatie, ook die zullen dan in het vizier komen en op de grijze lijst komen te staan. Maar zeer belangrijk dus, worden vermoed onrechtmatig en verboden zijn, maar tegenbewijs is mogelijk. Ten derde, het catch-all verbod. Hoewel dat misschien een beding niet op de zwarte lijst en ook niet op de grijze lijst komt, kan die toch onrechtmatig zijn wanneer dat die op zichzelf of in samenhang met andere bedingen er toch eigenlijk een kennelijk onevenwicht is tussen de rechten en plichten van de partij. Wat bedoelt men nu met dat onevenwicht? Dan gaat het over een juridisch onevenwicht. Ik spreek niet van economisch onevenwicht, juridisch onevenwicht. Kijken, wat zijn de verbintenissen voor de ene, wat zijn de verbintenissen voor de anderen, hoe zwaar zijn die? Dat is hetgeen dat eigenlijk bij die toetsing gaat moeten gebeuren. Ook moet er sprake zijn van een kennelijk onevenwicht, dus niet elk onevenwicht zal eigenlijk in het vizier komen. Wanneer een evenwicht, eigenlijk dat er geen twijfel over kan bestaan, dat er een onevenwicht is, zal eigenlijk het beding onder het catch-all verbod komen. En het catch-all verbod kan niet ingezet worden voor bepaalde kernbedingen te gaan toetsen. Kernbedingen, dat gaat eigenlijk over ja, bedingen die bepalen wat het voorwerp is nu van de overeenkomst. Het catch-all verbod kan ook niet ingezet worden voor de gelijkwaardigheid eigenlijk te gaan beoordelen. Dus wat contractpartijen zijn overeenkomen, tegen welke prijs, daarvoor zal dat catch-all verbod niet kunnen ingezet worden.
Nu, misschien denk ik het meest relevante of interessante aan dit deel is eigenlijk om die algemene principes eens te gaan toetsen met een aantal voorbeeldbedingen uit de praktijk. We hebben er een aantal in onze slides opgenomen. We gaan ze niet allemaal kunnen overlopen, omwille van de beperkte tijd die we hebben. We breiden de spits af met een eenzijdig interpretatiebeding. Herinner u, dat is een beding dat voorkomt op de zwarte lijst. Eerste voorbeeld, ik lees samen met u mee. De leverancier kan om een waarborg vragen als er ernstige redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen. Dat is dus een beding dat nietig is, komt duidelijk op de zwarte lijst voor. Want wat wil dit beding eigenlijk, wat heeft dat tot gevolg? Dat is dat de leverancier eigenlijk eenzijdig kan gaan interpreteren. Ja, wat is nu een ernstige reden en wat is nu geen ernstige reden? Hij kan dat volledig zelf gaan invullen en daar een bindende interpretatie aan geven. Kan niet volgens de zwarte lijst. Dan spring ik naar het derde voorbeeld, clausule. Ik lees ook opnieuw met u mee. De klant moet een waarborg betalen ten bedrage van €2.500 indien blijkt op basis van tussentijdse metingen dat het verbruik van de klant 2 maal zo hoog ligt als in dezelfde tijdspanne van het voorgaande jaar. Hier is in de clausule eigenlijk duidelijk afgebakend wanneer dat die waarborg zal moeten betaald worden. Dat zal zijn enkel en alleen als het verbruik 2 maal zo hoog ligt als in dezelfde periode vorig jaar. Enkel op basis van die objectieve criteria in de beding zelf wordt eigenlijk is een waarborg verschuldigd. Daar is er geen eenzijdige interpretatiemogelijkheid voor de leverancier. Dus dat is in principe een clausule die geldig zou moeten zijn. Tweede voorbeelden dat we hebben van onweerlegbare kennisname of aanvaardingsbeding. Het voorbeeld dat jullie daar lezen is een klassieker die je wel vaker tegenkomt. En waarvan men dus zegt van de algemene voorwaarden, de klant heeft daarvan kennis genomen, erkent dat en zich ook akkoord verklaart. Maar als dat zou betekenen dat hij op het moment van de overeenkomst geen daadwerkelijke kennis heeft kunnen nemen, dan zal dat beding nietig zijn. En zal het dus omwille van het feit dat het op de zwarte lijst voorkomt. Dan gaan we verder met nog een aantal voorbeeldbedingen. Kijken we eens naar een voorbeeld van een exoneratiebeding. Ik lees opnieuw samen met u mee. De leverancier is enkel aansprakelijk voor materiële schade die het rechtstreeks gevolg is van een opzettelijke fout of elke niet-uitvoering van de hoofdverbintenis van deze overeenkomst. Het is een beding dat vermoed wordt onrechtmatig te zijn. Het komt op de grijze lijst, want wat zien we hier niet in het lijstje staan? Dat is die zware fout. En de exoneratiebeding, zich exonereren voor de zware fout van zichzelf of aangestelden, is niet toegestaan op basis van de grijze lijst. Dus in principe vermoed onrechtmatig, maar opnieuw die caveat hier, het gaat hier om de grijze lijst, er is tegenbewijs mogelijk door de partij die dat beding heeft laten opnemen. Tweede voorbeeld is, de leverancier is enkel aansprakelijk voor de direct geleden materiële schade, beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de facturen van 12 maanden of de duur van overeenkomst wanneer die duur korter is dan 12 maanden. Deze is een beetje een instinker, niet voor de hand liggend. Het is een beding dat vermoed wordt onrechtmatig te zijn, maar het is aan de hand van de instructies of eerder datgene wat de wetgever ons heeft aangereikt. In de parlementaire voorbereidingen, dus de voorbereidende werken, vooraleer dat de wet werd gestemd, heeft zij een voorbeeld gegeven dat zich exonereren voor indirecte schade, dat dus eigenlijk niet toegestaan is. Dat is volgens de wetgever een ongepaste contractuele beperking van de wettelijke rechten van de andere partij. Met als gevolg, dat komt op de grijze lijst, dus dat is in principe een beding dat vermoed wordt onrechtmatig te zijn. Dat is eigenlijk denk ik het moeilijkste voorbeeld dat we hebben uitgenomen, omdat specifiek die wetgever daar eigenlijk ons in een bepaalde richting stuurt. Dan gaan we over naar de eenzijdig beëindigingsbeding. Ik lees samen met u mee. Als het effectieve bruik van de klant meer dan 10% hoger ligt dan de contractuele geraamde hoeveelheid tijdens de eerste helft van de looptijd van de uitvoering van de overeenkomst, is de leverancier gerechtigd om de overeenkomst voortijdig te beëindigen met de toekenning van een opzegtermijn van 2 maanden. Dit is nu een voorbeeld van een beding dat eigenlijk niet echt op, dat zien we niet op de grijze lijst, ook niet op de zwarte lijst,
Maar via het catch-all-verbod gaat dat eigenlijk toch in het vizier komen van de B2B-wet, dat hier eigenlijk de algemene toetsingsnorm wordt overschreden. Namelijk de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen in functie van een te beperkte wanprestatie wordt eigenlijk beschouwd als iets dat een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van de partijen. Hier wordt het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen eigenlijk gekoppeld aan een 10% hoger verbruik. Wat is te beperkt, dus in die zin, op basis van de algemene toetsingsnorm, gaat dat in principe dus ook verboden en onrechtmatig zijn. Maar opnieuw hier de caveat, het tegenbewijs kan geleverd worden. Dan gaan we verder met een voorbeeld van een schadebeding. Deze ga ik niet helemaal voorlezen, omdat die vrij clear-cut is. In die zin dat het schadebeding echt wel excessief is. En dat wordt een percentage van 30% gevraagd met een minimum van 2500 euro. Dat staat niet in verhouding kennelijk tot het nadeel dat men kan leiden bij een wanprestatie. Dus in die zin, grijze lijst wordt vermoed onrechtmatig te zijn. Dan een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding. Ik lees samen die mee. De leverancier bouwt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs te verhogen, ook na datum van de overeenkomst. Ja, hier wordt men eigenlijk carte blanche gegeven om de prijs eenzijdig te wijzigen, wordt er daarvoor geen criteria aangehaald. Naar eigen goeddunken kan men dat gaan bepalen. Dergelijke recht om het eenzijdig te wijzigen is niet gekoppeld aan een echte geldige reden. Daarmee dus grijze lijst beding wordt vermoed onrechtmatig te zijn. Het tweede voorbeeld daarentegen is een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding dat wel geldig is. Want hier is het zo dat de mogelijkheid om de prijs te wijzigen echt wel gekoppeld is aan prijsstijging of wijzigingen dat zich elders in de keten voordoen en dat er dus ook wel echt een geldige reden achter schuilt. Dan om af te sluiten nog twee bedingen, een overmachtsbeding en een imprevisiebeding. Een overmachtsbeding gaat met u meelezen. De verbintenis van leverancier worden van rechtswege opgeschort in geval van overmacht en zolang deze overmacht duurt, waarbij als overmacht wordt beschouwd alle buitengewone omstandigheden of handelingen van derden, waardoor de nakoming van een van of meer van zijn verbintenissen onmogelijk wordt. Wanneer de overmacht definitief aanhoudt, heeft de leverancier het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Ook dit is een beding dat vermoed wordt onrechtmatig te zijn. Want wat gebeurt er eigenlijk via deze clausule? De notie van overmacht is hier zeer ruim geïnterpreteerd. En men heeft het over alle buitengewone omstandigheden of handelingen van derden. Het moet niet gaan over omstandigheden of handelingen die onvoorzienbaar zijn of onvermijdbaar zijn, zeer breed wat men eigenlijk onder de notie van overmacht bestaat. En het zich via bedingen eigenlijk een grote mate sterk bevoordelen ten opzichte ten koste van de anderen, dat kan opgevat worden als een beding dat eigenlijk op ongepaste wijze de contractuele de wettelijke rechten van de andere partij eigenlijk gaat uitsluiten. En op die manier dat het eigenlijk dus een beding is dat vermoed wordt onrechtmatig te zijn. Hetzelfde met een imprevisiebeding. Het verschil tussen overmacht en imprevisie. Imprevisie heeft het dan niet over omstandigheden of gevallen waardoor dat de uitvoering van de verbintenis onmogelijk wordt. Maar dan gaat het over dat de uitvoering van de verbintenis eigenlijk moeilijker wordt of financieel zwaarder wordt. En ook hier wordt eigenlijk een zeer ruime notie gegeven aan imprevisie. Ja, opnieuw, omstandigheden, er wordt niet gesproken over onvermijdbaar of onvoorzienbaar. Dus zeer ruim geïnterpreteerd. Een dergelijke sterke mate van bevoordeling is opnieuw een voorbeeld van de grijze lijst beding, namelijk op ongepaste wijze eigenlijk de wettelijke rechten van de andere partij eigenlijk gaan uitsluiten. Nu ja, dat zijn een aantal voorbeeldbedingen. Er zijn natuurlijk ontelbaar veel voorbeelden die we nog hadden kunnen behandelen, maar omwille van tijdsgebrek zijn dat denk ik toch een aantal relevante die we er hebben uitgenomen. Dan komen we tot het slotstuk eigenlijk. Ja, wat zijn nu de key takeaways? Wat moeten we meenemen naar de toekomst? Vooral rekening houden dus met de toepassing van de B2B-wet bij een verlenging of hernieuwing van een bestaand energiecontract. Zeer belangrijk, dat referentiepunt van 1 december 2020. In functie daarvan moeten we gaan kijken, ja, wanneer gaat dat leerstuk van de onrechtmatige bedingen van de B2B-wet nu van toepassing zijn. Ondanks het feit dat de B2B-wet de contractvrijheid gaat beperken van ondernemingen, is dat nog steeds wel het principe natuurlijk. De B2B-wet gaat enkel het misbruik daarvan gaan sanctioneren. Dus dat betekent dat de rechter, omwille van het feit dat men de vrijheid moet laten primeren, natuurlijk eerder wel terughoudend gaat moeten opstellen.
We hebben het gehad over de bedingen op de zwarte lijst, dus steeds onrechtmatig en verboden. Bedingen op de grijze lijst, in principe onrechtmatig en verboden, maar staat open voor tegenbewijs. Dat tegenbewijs, dat kan men gaan doen door eigenlijk de intenties van de contractspartijen eigenlijk te gaan uitleggen, wat de ratio is van die bedingen en de verhoudingen tussen die verschillende bedingen. Maar in de context van energiecontracten is dat natuurlijk minder evident. Vermits dat dat toetredingscontracten zijn, er is daar geen onderhandeling of toch zeer weinig onderhandeling dat eraan vooraf gaat. En vaak zijn er natuurlijk ook ongelijke machtsverhoudingen. Ten slotte, extra boilerplate bedingen zouden nuttig kunnen zijn in de overeenkomst of algemene voorwaarden. Een voorbeeld daarvan is dus een splitsbaarheidsbeding. Dus dat is wanneer eigenlijk een beding voor nietig of niet geschreven wordt gehouden, dat het eigenlijk de rest van de overeenkomst blijft gelden en dat men desgevallend die nietige bepaling gaat vervangen door een beding dat wel geldig is. Of bijvoorbeeld een beding dat expliciet bevestigt dat elk beding tussen de partijen werkelijk gewild is en dat er geen kennelijk onevenwicht bestaat tussen hen, dan wordt de drempel al iets hoger om aan te tonen van kijk, ja, er is hier sprake van een kennelijk onevenwicht tussen de partijen. Maar, duidelijke caveat wel, het zal geen vrijgeleide zijn om volledig te kunnen ontsnappen aan de bepaling van de grijze lijst. Voilà, dat is wat het mij betreft. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Kyoto van Herfst. Dank u wel. Goedemiddag allemaal. In het deeltje dat nu komt, zal ik jullie een korte toelichting geven omtrent een aantal actualia, naar aanleiding dus van die stijgende energieprijzen. Wat wens ik met jullie te bespreken? Enerzijds een recente studie van de CREG van 24 september 2021, om dan te komen tot hopelijk een antwoord op de vraag wat bedrijven, zijn de KMO's en grotere verbruikers, eigenlijk contractueel zouden kunnen doen naar aanleiding van die stijgende energieprijzen. Nu, de studie van de CREG, die dateert van 24 september 2021, die somt een aantal oorzaken op die geleid hebben tot stijgende energieprijzen op zowel de aardgas- als de elektriciteitsmarkt. De hoge aardgasprijzen zijn te wijten enerzijds aan een toename van economische activiteit in China, ook aan de stijging van de CO2-prijs, waardoor de vraag naar aardgas voor het opwekken van elektriciteit uiteraard vergroot is geweest. Ook is het zo dat de opslagniveaus van aardgas, gelet op de toch wel koudere lente en koudere winter, onder de seizoensnormen liggen. En tot slot is er de vermindering van de levering van aardgas via de aardgaspijplijn, zowel vanuit Rusland als vanuit Noorwegen. Voor wat betreft de elektriciteitsmarkt is het zo dat de verhoogde elektriciteitsprijzen te wijten zijn aan prijsstijgingen in zaken aardgas en steenkool, als ook prijsstijgingen zoals al vermeld van CO2 per ton. Het is zo dat de studie eigenlijk de impact van die verhoogde prijzen analyseert op B2B-gebruikers, ook op consumenten, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. B2B-gebruikers omvatten dus zowel KMO-ondernemingen met een verbruik onder de 100 kWh als grote industriële verbruikers. Dus de studie komt tot de slotsom dat voor die grote industriële verbruikers eigenlijk de energiekost een groot deel, het grootste deel eigenlijk, van de factuur omvat en dat de stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten vooral voor hen van grote impact zijn. Er dient bij dit alles een onderscheid te worden gemaakt tussen uiteraard het soort contract om te kunnen analyseren wat de impact dan is van de stijgende energieprijzen. Zo bestaan er uiteraard vaste contracten die afgesloten zijn tegen vaste prijs, maar ook variabele contracten die je zou kunnen vergelijken met eigenlijk een woonkrediet op basis van aardgas- en elektriciteitsnoteringen, dat wanneer de rente goed staat, dat dat uiteraard in jouw voordeel is, maar als de rente het minder goed doet, dat dat uiteraard in jouw nadeel is. Het spreekt voor zich dat bij stijgende energieprijzen en bij enorme stijgingen zoals we die vandaag kennen, dat een energiecontract dat vast is, dat dat uiteraard een stevigere en veiligere basis biedt.
De volgende slide hebben we eigenlijk de conclusies samengevat van die studie van de KREG voor grotere verbruikers, dus niet voor KMO's, waarbij men eigenlijk op basis van de marktpraktijk tot de conclusie komt dat variabele contracten tegen een vaste prijs op basis van een soort kliksysteem, dat die voor elektriciteit eigenlijk de meest gekozen contractvorm is voor die grote verbruikers. Wat is dat juist, zo'n variabel contract tegen een vaste prijs op basis van een kliksysteem? Eigenlijk worden in dergelijke contracten door de cliënt volumes vastgeklikt voor een bepaalde prijs op de groothandelsmarkt. En dat voor de toekomst, dus voor toekomstige jaren. Waarbij dit mechanisme in werking treedt na het sluiten van het contract, maar voor effectief het begin van de leveringsperiode. Het is dan ook contractueel vastgelegd hoeveel volumes en hoeveel kliks er effectief kunnen gebeuren. Dat kan gaan om jaarlijkse kliks, kliks op kwartaalbasis of ook maandelijkse kliks. En de leverancier gaat dan, eens dat de kliks zijn uitgevoerd, die volumes op de groothandelsmarkt als het ware reserveren voor de cliënt. Ook wat betreft aardgas is het zo dat voor grotere verbruikers variabele contracten, zoals jullie kunnen zien op de slide, eigenlijk de meest gekozen contractvorm uitmaken. Het zijn dan vooral contracten gebaseerd op indexatie op basis van de aardgasnotering. Ja, wat is nu eigenlijk de impact van die prijsstijgingen op prijzen gefactureerd in 2021 en 2022? Ook hier, deze tabel gaat over grote verbruikers. Als je de tabel zou kunnen samenvatten, dan kan je tot de conclusie komen dat eigenlijk contracten tegen vaste prijs, voor zover die uiteraard zijn afgesloten voor dat de prijsstijging in werking is getreden, dus voor januari 2021, dat die uiteraard het veiligste zijn en bestand zijn tegen die hogere energieprijzen. Ook stellen we vast dat variabele contracten voor elektriciteit gebaseerd op een vaste prijs in zaken kliks, dat die ook relatief bestand zijn tegen prijsstijgingen, voor zover het contracten betreft met een kliksysteem op jaarbasis en waarbij er dan uiteraard geklikt wordt op het moment dat er nog geen prijsstijging aanwezig was, dus eigenlijk voor 2021. Dus in zoverre er voor 2021 geklikt is geweest en er wordt nu gefactureerd in 2021, dan zijn het eigenlijk de goedkopere prijzen die gelden. Voor wat betreft de aardgascontracten is het zo dat die contracten die afgesloten zijn tegen variabele prijs, dat die uiteraard rechtstreeks getroffen worden door de prijsstijging, omdat het meestal gaat daar om contracten met day-ahead-noteringen, dus prijzen op korte termijn. Dan, wat kan u doen tegen de stijgende energieprijzen? Zoals gezegd is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds die KMO's, anderzijds die grotere verbruikers. Indien u een KMO bent, is het zo dat u eigenlijk van contract kan wisselen, zij het van variabel contract, zij het van vast contract naar een andersoortig contract. Mits het respecteren van een opzegtermijn van 4 weken en dit zonder verbrekingsvergoeding. Dus dat is wel relatief goed nieuws. Als u natuurlijk als KMO vandaag beschikt over een vast contract dat is afgesloten voor de prijsstijging, dan adviseren we uiteraard om uw contract niet te wijzigen. Loopt uw vast contract bijna af, dan raden we u uiteraard aan om het aanbod, het prijsaanbod van de leverancier via de vergelijkende tools op internet toch te consulteren en dan op die manier van contract te veranderen. Beschikt u over een variabel contract en wenst u ook een variabel contract te behouden, dan is het ook raadzaam om via die vergelijkende tools na te gaan of uw contract nog wel voordelig is. Voor wat betreft de grote verbruikers, want die vallen niet onder de mogelijkheden die op de slide zijn opgesomd, is het zo dat die effectief gebonden zijn aan de contractvoorwaarden, omdat zij ook op lange termijn vaak energie aankopen via de kliksystemen.
energie die dan wordt gereserveerd door de leveranciers ook ruim op voorhand. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat grote verbruikers met de pakken moeten blijven zitten en niks kunnen doen. Vandaar ook het volgende onderdeel van de huidige presentatie. Er is natuurlijk een mogelijkheid om je energieverbruik zo zuinig als mogelijk te houden. En dat kan dan door onder meer beroep te doen op een zogenaamde ESCO, dat is een Energy Service Company, en door een energieprestatiecontract af te sluiten. Ook kan u als grote verbruiker al het nodige doen om zoveel mogelijk subsidies in de wacht te slepen. Mijn collega Laura Reinders zal u daar straks meer toelichting over geven. Eerst de ESCO's en de energieprestatiecontracten. Wat is nu precies zo'n ESCO? ESCO, ik had het al gezegd, staat voor Energy Service Companies, energiedienstenbedrijven. Het is eigenlijk een relatief onbekend concept in de vastgoedwereld, maar het is wel volop in opmars. Er bestaat ook geen echte definitie, eenduidige definitie van ESCO, gelet op het feit dat er heel veel verschillende verschijningsvormen zijn van ESCO's. Vandaar dat we een definitie hebben opgenomen op de slides, een uitspraak van Harry Sterk. Dat is de directeur van ESCO Netwerk Nederland. Ik lees ze even met u mee. Voor hem is een ESCO dus alles wat te maken heeft met energietransities, waaraan een langjarig, dat kan 15 jaar zijn, energieprestatiecontract verbonden is, waarbij er sprake is van een integrale, dat is belangrijk, en ook gegarandeerde, eveneens belangrijk, dienstverlening. En dat mag je van mij, zegt hij, een ESCO noemen. Ik had er al de nadruk op gelegd. Het gaat om integrale dienstverlening. In die zin dat ESCO's eigenlijk een totaalpakket aan energiediensten leveren en zich daarmee onderscheiden van de klassieke aanpak. Met als bedoeling eigenlijk om zonder zware investeringen voor de private of de publieke gebouweigenaar toch die energiebesparingsdoelstellingen te bereiken. Op de volgende slide zien jullie een overzicht van de ESCO-constructie en hoe die er typisch uitziet. Zo is het dat de authority, dat kan een publieke overheid zijn, maar ook een private gebouweigenaar, een contract afsluit, een energieprestatiecontract met een partner. Dat is dan de ESCO, voor de levering van energiebesparende maatregelen, waarbij die ESCO dan een garantie gaat bieden dat die energiebesparende maatregelen ook effectief gerealiseerd zullen worden. Met de bedoeling dan uiteraard dat de energiefactuur voor die publieke of private gebouweigenaar dan finaal zal dalen. Het is zo dat de ESCO in de meerderheid van de gevallen ook sowieso vaak een overeenkomst sluit ter financiering van de hele constructie. Ik had het al gezegd, ESCO's onderscheiden zich van de klassieke aanpak. Op deze slide zien jullie eigenlijk hoe zo'n klassieke aanpak eruit ziet. Dat wil zeggen dat een gebouweigenaar, publiek of privaat, eigenlijk zelf alle stapjes in de keten zal moeten bedenken om energiebesparende maatregelen te kunnen realiseren. Al dan niet bijgestaan door een studiebureau, maar finaal draagt hij eigenlijk zelf de verantwoordelijkheid. Er zijn dus meerdere actoren in het proces, gaande van actoren gespecialiseerd in de audit, actoren die dan specifiek een studie gaan uitvoeren, dan wordt er een bestek of een contract opgemaakt. Dan gaat men effectief die maatregelen uitvoeren, dan moet de gebouweigenaar zelf instaan voor onderhoud, middels het afsluiten van een contract met een onderhoudsfirma. En dan moet er uiteraard ook de opvolging nog gebeuren. Ja, het spreekt voor zich dat dat hele systeem, dat dat eigenlijk een weinig gestroomlijnd geheel is, met heel wat verborgen kosten. Het is ook een arbeidsintensief traject met een lange doorlooptijd, waarbij de cliënt dus zelf verantwoordelijk is voor het uitwerken en dus eventueel ook uitbesteden van die energiebesparende investeringen. Het is zo dat dat systeem in de klassieke aanpak eigenlijk een input-gestuurd systeem is, wat wil zeggen dat alle actoren in de keten eigenlijk het nodige gaan doen om zelf hun eigen opdracht tot een goed einde te brengen, zonder dat er finaal een garantie wordt gegeven omtrent het behalen van de energiebesparende maatregelen.
Het is ook zo dat in de klassieke aanpak besparingen eigenlijk soms lager zijn dan verwacht, omdat ook de opvolging van die energiebesparende maatregelen niet altijd correct verloopt. Er is ook vaak onvoldoende afstemming tussen die verschillende schakels. Kort samengevat, dus in de klassieke aanpak ligt het risico van het niet behalen van de verwachte energiebesparingen bij de eindklant. En het is toch ook belangrijk om erop te wijzen dat in dergelijke klassieke aanpak de financiering toch veel minder gemakkelijk te verkrijgen is aan interessante voorwaarden en men vaak terugvalt op klassieke leningen. Dat alles is dus anders in het kader van een ESCO-project. Jullie zien het ook op de slide, een geheel andere tekening, waarbij de ESCO eigenlijk zelf als enige verantwoordelijk is voor het eindresultaat, het behalen van die energiebesparende maatregelen, zodat de private of publieke gebouweigenaar volledig ontzorgd wordt. Dat is een prestatiegestuurd systeem, niet zozeer gelicht op input, zoals daar straks, maar eerder op de output zijn, op de gegarandeerde prestatie waarvoor de ESCO dan een resultaatsverbintenis aflevert. Dus dan ook minder of geen risico voor de gebouweigenaar zelf. En op die manier wordt ook aan kostenoptimalisatie gedaan. Eigenlijk worden de volledige kosten en baten van een gebouw en de investering over lange termijn in rekening gebracht en over de levensduur van het volledige gebouw, wat men eigenlijk noemt life cycle costing. Ook financiering door derden. Het kan zijn dat de ESCO zelf instaat voor de financiering, maar heel vaak laten zich bijstaan door derden voor wat betreft de financiering. Die financiering is ook veel makkelijker te verkrijgen. Waarom? Omdat men hier zit met een gegarandeerde energiebesparing die dan kan dienen als verzekerde cashflow. Op de volgende slide zien jullie eigenlijk een beetje schematisch uitgelegd hoe zo'n ESCO-project werkt. Op de X-as zien jullie het aantal jaren, op de Y-as de totale energiekost, waarvan wordt aangenomen dat die in de toekomende jaren alleen maar zal stijgen. Links in de tabel zien jullie dus het historisch verbruik van het gebouw dat een bepaalde hoogte bereikt. Middels dan het afsluiten van een ESCO-contract zal tussen de projectstart en het projecteinde eigenlijk het historisch energieverbruik dalen, eens dat die energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Jullie zien dus de groene lijn naar beneden gaan. En de idee van een ESCO-project is om met die energiebesparingen dan finaal de ESCO te kunnen betalen, waarbij dat de klant finaal, na dus het projecteinde, eigenlijk zit met een status quo op vlak van kosten, maar toch met een energiezuiniger gebouw. Kort nog in de volgende tabel, dus de vergelijking tussen toepassing van een ESCO-project en dan die meer klassieke aanpak. Heel kort, ik overloop het, want ik ben er al uitgebreid op ingegaan. In klassieke aanpak zijn meerdere partijen verantwoordelijk. In een ESCO-project is één partij verantwoordelijk. De klassieke aanpak is sprake van een middelenverbintenis. In het kader van een ESCO-project is dat een resultaatsverbintenis. Ook ligt het risico bij een klassieke aanpak vrijwel volledig bij de eindklant. Daar waarbij de ESCO het risico bij de ESCO zelf ligt en de eindklant dus minder of geen risico draagt. En tot slot ook voor wat betreft de financiering is het makkelijker om in het kader van een ESCO-project financiering te krijgen. Dan kort, want ik zie dat de tijd vlot, nog een woordje over het EPC-contract. Niet te verwarren met het energieprestatiecertificaat, dat iets totaal anders is. We hebben de definitie daarvan opgenomen op de slide. Ik zal u kort uitleggen wat zo'n EPC-contract precies is. Dat is dus een contract waarbij een energiedienstenleverancier een bestaand gebouw of bestaande installaties gaat analyseren en vervolgens één of meer performantiegebaseerde maatregelen ter verbetering van de energieprestatie zal voorstellen. Dat bijvoorbeeld dubbele beglazing of het werken met zonnepanelen. En waarbij dat een bepaald niveau van verbetering zal garanderen op vlak van energie. Na akkoord zal die ESCO dan het nodige doen om die investeringen
uit te voeren. En doorgaans zal hij ook instaan voor de voorfinanciering daarvan. Dat is geen vereiste om te kunnen spreken van ESCO-contracten, die voorfinanciering, maar het gebeurt wel vaak in de praktijk. En uiteindelijk zullen die prestaties moeten worden opgevolgd, ook door de ESCO, en zal de ESCO dan vergoed worden in functie van de behaalde resultaten. Er zijn verschillende soorten modellen. Ik ga daar misschien heel snel over gaan, gelet op beperkte tijdbestek. Er is bijvoorbeeld een guaranteed savings model en een shared savings model. Dat zijn twee verschillende modellen die zich onderscheiden op het vlak van verdeling van investeringskosten, van besparingen en de risico's. Heel kort, het guaranteed savings model, daar neemt de ESCO het energieprestatierisico op zich en zal de gebouweigenaar zorgen voor de financiering en neemt hij het kredietrisico op zich en is er een vaste vergoeding voor de ESCO's. Dit systeem is eigenlijk vooral van toepassing voor ESCO's en markten die nog in ontwikkeling zijn. Het shared savings model is volgens Flyo het meest voorkomende model in de praktijk, waarbij eigenlijk de ESCO ook hier zal instaan voor de gegarandeerde energieprestatie, maar waarbij hij ook eigenlijk de financiering op zich neemt, dan wel zich laat bijstaan in het kader van de financiering en waarbij de vergoeding eigenlijk afhangt van de lengte van het contract, de terugbetaaltijd en het risico. Dan heel kort, in het kader van energieprestatiecontract is het dus uiteraard van hoogst belang om de energiebesparende maatregelen op te lijsten. We hebben een aantal voorbeelden daarvan opgesomd op de slide. In principe is het zo dat de ESCO zich enkel verbindt tot het behalen van een welbepaald resultaat en dat de manier waarop de ESCO daartoe komt in principe niet belangrijk is. Toch adviseren wij zeker om in specifieke termen op te lijsten wat nu specifiek de energiebesparende maatregelen zijn waarop men inzet om discussies te vermijden. Ik ga deze slide, gelet op het tijdsbestek, overslaan. Wat is nog belangrijk in het kader van het energieprestatiecontract? Ja, dat is eigenlijk het berekenen door de ESCO van de geschatte besparingsgarantie. Want op basis daarvan zal hij finaal ook vergoed worden. Het is dus de resultaatsverbintenis van de ESCO en dan gaat hij eigenlijk het historische verbruik afzetten tegen het verbruik dat hij wenst te garanderen. Tot slot is het ook van belang om contractueel uiteraard goed te bepalen hoe die vergoedingsregeling in elkaar zit. Daar is heel wat contractuele vrijheid in die zin dat er systemen zijn waarbij een maandelijkse vergoeding is, een jaarlijkse vergoeding van de ESCO of zelfs een vergoeding bij finalisering van het project. Het is zo dat de ESCO wel vergoed wordt op basis van het afzetten van die geschatte energiebesparing die hij vooropstelt ten aanzien van de werkelijke besparing die dan nadien wordt gerealiseerd. Komen die twee overeen, zijn de werkelijke energiebesparing is gelijk aan gegarandeerde energiebesparing, dan krijgt de ESCO eigenlijk een 100% betaling. Doet hij het effectief slechter, dan zal er een malus in rekening worden gebracht. Doet hij het beter, dan geldt er een bonus. Dat was voor mij de laatste slide voor wat betreft ESCO's. En dan geef ik nu graag het woord aan collega Laura Reinders voor wat betreft de subsidies. Dank u wel. Goedemiddag iedereen. Ik ga jullie een snelcursus geven over de subsidies en eigenlijk de energiesubsidies in Vlaanderen. Als eerste vinden jullie eigenlijk een overzicht van alle soorten energiesubsidies die er zijn. Aangezien de tijd te beperken is om overal in detail op in te gaan, hebben we eigenlijk overal de relevante sites erbij gezet. Dus als u daar naar surft, vindt u meestal wel alle informatie, ook hoe u die premie moet aanvragen. Dat wordt vrij duidelijk uitgelegd. Dus dan ga ik eerst in op de eerste soort premie, is de ecologiepremie. Dat is eigenlijk een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen als die ecologie-investeringen realiseren. Je hebt eigenlijk twee soorten, de milieu-investeringen ofwel de investeringen op energiegebied. En het doel van die premie is eigenlijk om ondernemingen ook te stimuleren om een productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Omdat dat natuurlijk gepaard gaat met een extra investeringskost, gaat de Vlaamse overheid een deel van die kost op zich nemen. Binnen die ecologiepremie heb je dan eigenlijk twee steunregimes. Ten eerste de ecologiepremie plus.
En dat is eigenlijk een steunregeling voor de gestandaardiseerde ecologie-investeringen, dus die eigenlijk staan opgenomen op een limitatieve technologieënlijst. Daarnaast heb je een strategische ecologiesteun. En dat is eigenlijk voor strategische ecologieprojecten die eigenlijk omwille van een zeer uniek en bedrijfsspecifiek karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden en dus ook niet voorkomen op die limitatieve technologieënlijst. Kijken we naar de Ecologie Premie Plus. Dat is dus voor ondernemingen die investeren in het Vlaams gewest. Er is wel één beperking bij, omdat bepaalde technologieën zijn sectorgebonden. Wat betekent dat ook alleen maar de ondernemingen uit die sector de premie kunnen krijgen. En daarnaast zullen ondernemingen die investeringen ook gedurende minstens 5 jaar ook effectief moeten exploiteren en behouden blijven. Voor wat is het dan? Investeringen in performante ecologische technologieën, dus zoals ik zei, die zijn opgenomen op een limitatieve lijst. En daarnaast geldt er ook een aantal uitsluitingen. Bijvoorbeeld, stel dat je die investering doet omdat je wettelijk verplicht bent, ja, dan krijg je daar uiteraard geen premie voor. En ook wanneer de investering al in aanmerking komt voor een groene stroomcertificaat of een warmtekrachtcertificaat. Als je de investering doet voor privédoeleinden, dus daar kan je ook gaan kijken, stel dat de investering deels beroepsmatig en deels privé wordt gebruikt, kan je de premie wel aanvragen, maar dan mag je alleen maar het beroepsmatig gedeelte opnemen in de aanvraag. En ook wanneer die investering eigenlijk gratis of ter betaling ter beschikking wordt gesteld aan derden, belangrijk is dat die uitsluiting niet geldt voor de oplaadsystemen voor de elektrische of hybride voertuigen. Dus die mag je wel ter beschikking stellen aan derden en dan kan je toch nog de premie krijgen. En dan zijn er ook nog een aantal andere uitsluitingen die ook vermeld staan op de slide. Wat is dan het bedrag van die premie? Dat is eigenlijk een bepaald percentage. Dat gaat van 15% tot 55% van uw meerkost van uw investering. En uw meerkost gaat je eigenlijk te weten komen door uw ecologie-investering te vergelijken met een klassieke investering die in technisch opzicht wel vergelijkbaar is, maar die natuurlijk een lager niveau van milieubescherming bereikt dan uw ecologie-investering. Maar eigenlijk voor die limitatieve lijst hebben ze die meerkosten, dat percentage, hebben ze eigenlijk gestandaardiseerd. En dat is een bepaald percentage van uw essentiële componenten van uw technologie. Dus niet heel uw technologie wordt in aanmerking genomen, maar alleen de essentiële componenten, wat wil zeggen de onderdelen die echt tot de kern behoren van uw technologie. Daarvoor gaat men kijken naar die meerkost van die essentiële componenten. Men gaat ook alleen maar de investeringskosten in aanmerking nemen, dus dat is exclusief BTW. En in principe ook exclusief de plaatsingskosten, hoewel door sommige technologieën gaan toch de installatiekosten in aanmerking worden genomen. Maar dan staat dat ook uitdrukkelijk vermeld in die limitatieve lijst. En dan is er ook nog een algemene beperking eigenlijk van 1 miljoen euro premies dat je kan krijgen als onderneming over een periode van 3 jaar. Gewoon een voorbeeldje voor een elektrisch laadstation. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat wel degelijk, als je kijkt naar de meerkost, gaat 100% van die meerkost in aanmerking worden genomen om je subsidie te berekenen. En dan ga je zien dat voor een KMO de premie eigenlijk 30% gaat bedragen van die meerkost, terwijl voor een grote onderneming gaat dat maar 15% zijn. Je ziet ook hier dat die essentiële componenten uitdrukkelijk zijn vermeld in die limitatieve technologieënlijst. Je maximaal bedrag van je subsidie dan, dus dat gaat er eigenlijk van afhangen. Ten eerste moet je een onderscheid maken tussen de investeringen op energiegebied en de milieu-investeringen. We gaan nu even alleen in op de investeringen op energiegebied en die vallen eigenlijk ook uiteen in de energiebesparende maatregelen en anderzijds energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoog renderende warmtekrachtkoppeling. Dus en dan gaat men eigenlijk kijken naar uw ecoklasse, uw ecologiegetal en de grootte van uw onderneming. En uw ecologiegetal is eigenlijk hoe performant uw technologie is, dus wat eigenlijk de kosteneffectiviteit van die technologie is. En hoe hoger uw performantie, hoe hoger uw ecoklasse ook en hoe hoger het percentage van de subsidie dat je gaat krijgen. En dus gelijk zei ook hier het onderscheid tussen de KMO en de grote onderneming. Hoe moet je die dan aanvragen? Dat is eigenlijk heel eenvoudig, kan gewoon online. Er zijn wel bepaalde termijnen die in acht moeten worden genomen. Maar wat heel belangrijk hier, en wat toch wel een verschil is denk ik met andere premies, is dat je je investering pas mocht doen nadat je de aanvraag hebt ingediend. Dus het is niet vereist dat je ook effectief de steun hebt toegekend gekregen, maar de aanvraag moet wel zijn ingediend. En dan mag je eigenlijk pas de eerste dag van de maand daarop je investering doen. Dus stel dat je je aanvraag zou doen op 14 april, dan mag je de investering pas ten vroegste 1 mei ook effectief doen. Dan hebben we ook nog de strategische ecologiesteun. Dus ook weer voor ondernemingen die investeren in het Vlaams gewest. En het grote verschil met de Ecologie Premie Plus is dat het gaat over de niet standaardiseerbare ecologische investeringen. En bovendien moet het hier gaan over een minimum investeringsbedrag van 3 miljoen euro.
De vraag van die premie varieert dan wel tussen 20% tot 40% en is ook weer afhankelijk van de grootte van je onderneming en de performantie van de technologie. Dat brengt me dan bij de groene stroomcertificaten. Dus de groene stroomcertificaten zijn voor eigenaars van een groene stroomproductieinstallatie. En daar geldt als uitzondering dat het geen onderneming in moeilijkheden mag zijn. Uiteraard moet die groene stroomproductieinstallatie ook aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder gelegen in het Vlaams gewest, elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron, moet ook behoren tot een representatieve projectcategorie en een projectspecifieke bandingfactor hebben, waar ik zelfs nog even op terugkom. Wat ook belangrijk is voor de biogas- of biomassa-installatie, is dat het moet gaan over een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie, indien de startdatum is na 1 juli 2019 of wanneer het effectief in dienst wordt genomen na 25 december 2021. Dan zijn er ook een aantal uitsluitingen, dus waarbij men toch geen recht heeft op een groene stroomcertificaat, wat onder meer de zonnepanelen zijn en installaties in het algemeen met een vermogen van minder dan 10 kilowatt. Daarnaast, gelijk ik zei, als je een biogas- of biomassa-installatie hebt die niet kwalitatief is. En sinds kort ook eigenlijk sinds 2021 de nieuwe zonnepanelen, als die een vermogen hebben tussen 40 kilowatt tot en met 2 megawatt, omdat die voortaan beroep gaan kunnen doen op de koude groene stroom en niet meer op een groene stroomcertificaat. Dus zoals ik zei, de installatie moet behoren tot een projectcategorie. De Vlaamse overheid heeft daar eigenlijk een heel eenvoudige flowchart voor uitgewerkt, dat u gewoon kan volgen en zo kan zien of het behoort tot een projectcategorie en tot welke. En afhankelijk van de projectcategorie waartoe men behoort, gaat men ook weten welke bandingfactor eigenlijk van toepassing gaat zijn. Dus ik heb die flowchart hier hernomen. Dus gelijk ik zei, eerst het belangrijkste is natuurlijk dat uw nieuwe installatie meer dan 10 kilowatt moet zijn. Is dat niet het geval, is er ook geen projectcategorie en heeft men geen groene stroomcertificaten. En dan maakt men een onderscheid tussen zonne-energie, windenergie en de biogas. En gelijk bij zonne-energie, gelijk ook al zei, moet het dus meer dan 2 megawatt zijn om tot een projectcategorie te behoren. Dus hier zien we ook nog het voorbeeld voor de biogas. En naast dan de representatieve projectcategorie moet je dus ook een projectspecifieke bandingfactor hebben. En dat is heel belangrijk, omdat dat eigenlijk gaat bepalen hoeveel groene stroomcertificaten je gaat krijgen per opgewekte hoeveelheid groene stroom. En die bandingfactor die ligt ook niet vast, die is dus onderhevig aan verschillende aanpassingen ten gevolge van de evolutie van investeringskosten, brandstofprijzen, de elektriciteitsprijs en zo verder. En de bedoeling van die bandingfactor is ook om oversubsidiëring te voorkomen. Dus we willen effectief rekening houden met actuele investerings- en exploitatiekosten die gelden. Eens u die bandingfactor hebt toegewezen gekregen, gaat die wel vast blijven liggen. Dus het is niet dat doorheen tijd uw installatie geen of minder groene stroomcertificaten zou krijgen, dat de bandingfactor evolueert. Vanaf het moment dat die vast ligt, gaat die van toepassing blijven. En zoals ik dan zei, het aantal groene stroomcertificaten wordt dus berekend door uw bandingfactor te vermenigvuldigen met de groene stroomproductie die ook effectief in aanmerking komt voor die toekenning van die certificaten. Wat betekent dat als uw bandingfactor gelijk is aan nul, u geen recht heeft op groene stroomcertificaten. Ter illustratie heb ik dan ook de meest recente bandingfactoren voor zonnepanelen genomen. Wat daar opmerkelijk is, voor zonnepanelen tussen 10 en 40 kilowatt was eigenlijk heel lange tijd een bandingfactor van nul, wat betekent dat er geen certificaten werden toegekend. Maar sinds 1 augustus 2021 is er eigenlijk een bandingfactor van 0,286 van toepassing. Dan kom ik bij de koude groene stroom. Dus zoals ik zei, is er sinds 2021 geen groene stroomcertificaat meer voor zonnepanelen tussen 40 kilowatt en 2 megawatt. Maar die kunnen nu investeringssteun aanvragen via die koude groene stroom. En er wordt eigenlijk 2 keer per jaar daarvoor een oproep gelanceerd, waarbij men dan die steun kan aanvragen. Die steun is beperkt tot uw investerings- en installatiekosten. Dus men gaat niet rekening houden met uw exploitatiekosten of de kosten die u hebt gemaakt voor de vergunningsaanvraag en dergelijke. En de steun wordt eigenlijk gebaseerd op basis van het bod dat jij als steunaanvrager gaat doen. Natuurlijk moet dat bod aan bepaalde voorwaarden voldoen en je moet gaan kijken welke investeringssteun je gaat vragen. En dat moet je delen door de verwachte energieopbrengst die je verwacht te krijgen over de levensduur, wat voor zonnepanelen eigenlijk 20 jaar is. Er zijn ook beperkingen op uw bod, dus maximaal 33 euro als het gaat over een drijvende zonnepaneelinstallatie en 22 euro eigenlijk voor de overige. En dan heeft men ook een maximum gezet op de in aanmerking komende kosten per kilowattpiek die ik eigenlijk hieronder heb opgenomen in de tabel.
Als laatste dan nog hebben we de energiepremies die je kan vragen bij netbeheerder Fluvius. Dus dat is eigenlijk als je een eigenaar bent van bestaande niet-woongebouwen die ook aangesloten zijn op het net van Fluvius. En daar zijn er heel veel van voor isolatie en beglazing en ook voor bepaalde installaties. En daarnaast kan men eigenlijk ook premies vragen voor andere maatregelen, maar dat is alleen maar mogelijk nadat er een energieaudit is uitgevoerd, waaruit ook blijkt dat eigenlijk die investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande toestand en de investering ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Ik heb hieronder in deze tabel opgenomen welke premies voor 2022 gelden. Dat is voor de niet-woongebouwen. Die moeten aangesloten zijn op het net voor 1 januari 2006. Of de vergunning moet aangevraagd zijn voor 1 januari 2006. Bijvoorbeeld dak- of zoldervloerisolatie is 4 euro per vierkante meter. Indien dat gepaard gaat met asbestverwijdering, wordt dat zelfs verhoogd tot 12 euro per vierkante meter. Uiteraard zijn er ook een aantal vereisten bij. Die werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, moeten minimale RD-waarden bereikt worden. Ook voor de relighting is dat beperkt tot de binnenverlichting. Maar om dan die premie te berekenen, gaat men wel rekening houden met 100% van uw factuur. Dat is bijvoorbeeld anders voor de premies voor deze installaties. Daar is ook al een verschil, omdat het is voor niet-woongebouwen als ze aangesloten zijn op het net voor 1 januari 2014. Ofwel moet de vergunning meer dan 5 jaar geleden verleend zijn. En dan moet het gebouw ook wel voldoen aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte moet tijdig zijn ingediend. Voor de warmtepomp zie je ook dat er een verschil is naar gelang het type warmtepomp. Die bedragen zijn momenteel ook nog onder voorbehoud, omdat in de tweede helft van 2022 gaat men eigenlijk dat premiesysteem wat hervormen. En het is eigenlijk mogelijk dat die bedragen voor de hybride warmtepomp dat die verhoogd gaan worden vanaf 1 juli 2022. Nog een belangrijke bemerking hier voor zonnepanelen van minder dan 10. Daar kan je dus beroep doen op die energiepremie. Dus zoals ik had gezegd, geen groene stroomcertificaten, maar eventueel wel de energiepremie via Fluvius. Hier zijn wel de premies beperkt tot 40% van het factuurbedrag. Dus niet de volledige 100% gaat in aanmerking worden genomen. Dan wil ik jullie graag hartelijk danken voor jullie aandacht. Moest er nog vragen zijn, mogen jullie die gerust via de chatbox stellen. En dan komen wij later op mail terug. Of jullie kunnen ons ook altijd rechtstreeks via mail contacteren met specifieke vragen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie aandacht.